En vandaag vond de launch plaats van de branchevereniging ondernemers particuliere opvanginstellingen, BOPO. Dat gebeurde in de zaal van de SV Puanani. Voorzitter Lucia Fung Awing zegt dat de BOPO in het leven is geroepen om de particuliere opvanginstellingen te bundelen. De vereniging moet betekenen dat wij eigenlijk kwalitatieve zorg in de kinderopvang willen garanderen. We willen voor de personen de belangen behartigen en eigenlijk een algemene belangenbehartiging willen we gaan doen voor de leden. Dat is een van de meest belangrijkste. En de tweede is dat wij, dat deze vereniging sowieso zal trachten haar doel te bereiken door het bundelen van kracht, kennis, capaciteit van de leden. En het tweede punt ook nog is uitwisselen van informatie tussen leden, zo'n platformfunctie. Dus wij willen een organisatie zijn die ervoor zullen zorg dragen dat er een samenwerking komt in overleg met andere organisaties. Soortgelijk of ook andere organisatie willen wij daar eigenlijk kracht bij zetten dat wij gaan samenwerken. Fung Awing geeft aan dat de organisatie wil functioneren als gesprekspartner van de overheid en de stakeholders. De focus is nu gericht op crash- en peuterscholen, omdat de expertise van het bestuur in deze branche ligt. Ondervoorzitter Urmi van Kallen zegt dat andere organisaties die hetzelfde doel nastreven zich ook mogen aansluiten bij de vereniging. En er zitten exploitanten, met name particuliere exploitanten, die zich ook mogen aansluiten, zodat de belangen die er spelen, die onopgelost zijn, zodat zij door deze organisatie, die als bridge gaat dienen tussen de organisatie en de stakeholders, met name verzekeringsmaatschappijen, de ministers van diverse ministeries, onder andere de minister van die de wetgevingen in orde maakt, het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Volksgezondheid en ook het ministerie van Sociale Zaken. U kunt zich ook aansluiten, want natuurlijk collectief kunnen we meer bereiken. Van Kallen zegt dat de BOPO moet dienen als de brug tussen de stakeholders en de overheidsinstanties. Ze is van mening dat hoe groter de vereniging, hoe meer werk verzet kan worden.